Met meer dan 160.000 objecten in de collectie sta ik hier in een van de grootste moderne kunstmusea van Europa. En dan denk je misschien, ben ik in Parijs of ben ik in Berlijn? Nee hoor, dit is gewoon in Den Haag. Ik ben namelijk in Kunstmuseum Den Haag. Hoi, mijn naam is Jip. Ik ben een vlogger voor Shot of Culture. En ik ben vandaag op uitnodiging van kunstmagazine Muze in Kunstmuseum Den Haag. Muze is een gratis tijdschrift voor leden van de AfroTros. En ze schrijven allemaal tips over expositie en kunst en tentoonstellingen die jij moet gaan bekijken. En één daarvan is deze tentoonstelling over Alfons Mucha, een Tsjechische kunstenaar, hier in Kunstmuseum Den Haag. Wat je hier verder trouwens nog kan vinden zijn werk van Piet Mondriaan, maar ook bijvoorbeeld Van Gogh en Monet. Maar ik ga jullie vandaag meenemen hier naartoe. Misschien zegt de naam Alfons Mucha je niet meteen wat, maar waarschijnlijk zijn kunst wel. Voordat ik jullie meeneem naar dat ene belangrijke werk, even überhaupt dat werk van Mucha laten zien. Want ik zei net, misschien kennen jullie de naam niet, maar ik denk wel het werk. Hier zie je bijvoorbeeld twee van de affiches die hij heeft gemaakt. En je ziet de herkenbare vrouwelijke figuren die sierlijk zijn afgebeeld. Krullige letters, bloempatronen, kleuren. Ik denk dat jullie dit wel eerder hebben gezien. En dan gaan we nu naar het werk waarmee Mucha doorbrak. Het is tweede kerstdag, avond volgens mij zelfs, 1894. Mucha was aan het werk in zijn eentje in de drukkerij Le Marché, een van de grootste en bekendste drukkerijen van Parijs. En toen kwam opeens met spoed een opdracht binnen van de operaster Sarah Bernhardt, die binnen een week een affiche nodig had voor haar 100ste opvoering van de opera Gismondi, die daar boven in blauwe letters staan. Het probleem was, alle bekende ontwerpers van de drukkerij waren op vakantie, dus er werd gevraagd aan Alfons Mucha of hij het zou kunnen doen. En hij kwam toen met dit. En deze poster heeft letterlijk Parijs op de grondvesten doen schudden. Want dit is gewoon iets wat mensen nog nooit hadden gezien. Het fijne kleurgebruik, de sierlijke letters, bijna de heilige, of de manier waarop Sarah Bernhardt wordt vertoond als een soort heilige, met ook bijvoorbeeld een aureool achter haar hoofd. Mensen waren helemaal gek op deze manier van weergeven. En het was ook iets echt anders dan ze tot nu toe hadden gezien. In één klap werd hij ontzettend beroemd en gewild. Zelfs zo erg dat deze poster werd gewoon van straat gestolen. Mensen namen het mee. En Sarah Bernhardt die dacht, die moet ik hebben. Dus zij heeft hem gelijk een contract aangeboden. En daarna begon eigenlijk zijn succes echt als illustrator en kunstenaar. En daar heb ik een aantal voorbeelden van. Alfons Mucha is in één klap zo gewild dat hij in 1896 een contract krijgt aangeboden door Ferdinand Champenois, een van de grootste drukkerijen, bekendste drukkerijen van Parijs. En hij neemt dat ook aan en in ruil voor maandelijks salaris ontwerpt hij allerlei affiches en uitingen voor bijvoorbeeld Biscuit. Die zie je hier. Alledaagse voorwerpen die aangeprezen moeten worden in zijn typische stijl. Dus hij perfectioneert eigenlijk ook zijn manier van maken in deze periode. Ik vind het ook wel echt heel herkenbaar. Zijn stijl wordt zo beroemd en zo populair dat je eigenlijk kan spreken dat Le Stijl Mucha synoniem komt te staan voor Art Nouveau. En Art Nouveau staat eigenlijk voor wilderige lijnen, patronen uit de natuur, maar ook bijvoorbeeld patronen uit andere culturen van over de hele wereld. En dat zie je, daar is hij eigenlijk een soort van de verpersoonlijking van, of de, misschien wel de grondlegger, zo zou je kunnen noemen. Dus dat is wel heel bijzonder om te beseffen. Het volgende werken eigenlijk, zijn die vier daar op een rijtje. Alfons Mucha begon dus ook vrij werk, dus niet alleen reclame waar ik het net over had, maar ook vrij werk te maken. En de eerste van een heel bekend werk van hem zijn deze vier panelen. Dit zijn de vier seizoenen. Dus we zien lente, zomer, herfst en winter. En deze waren gelijk zo populair dat hij echt nog een aantal sets ontworpen heeft.
ja, op zich was het thema, dus het verpersoonlijking of verpersoonlijken van de seizoenen, niet nieuw. Oude meesters deden dit ook al. Champenois, de drukkerij, heeft dit zelfs ook al eerder gedaan. Maar nog niet eerder was het zo populair en gaf Alfons Mucha natuurlijk weer zijn eigen draai eraan. Dus de weelderige vrouwen, bloemen, kleuren, maar ook de manier waarop die ze ook echt een persoonlijkheid geeft. Bijvoorbeeld, kijk hier naar de winter die een beetje ijzig en teruggetrokken is. Bourgondische herfst, zo zie ik het er niet voor me. De zwoele zomer en de lieflijke lente. Hier is een zaal met onder andere deze foto van Parijs. Om een beetje aan te geven de tijd waarin Alfons Mucha zo beroemd werd. Eigenlijk zag Parijs er grotendeels uit zoals het er nu ook uitziet. Maar met één belangrijk verschil. Alles was toen nieuw. De kleine straatjes hadden plaatsgemaakt voor grote boulevards. Waar de gegoede middenklasse, de bourgeoisie, op ging flaneren in dit soort kostuums. En alles draaide om vermaak en om ervaring. Dus er waren veel affiches nodig om dingen aan te prijzen en te zeggen... Koop dit of ga dit doen of dit is wat je wil hebben. En in die periode werd Alfons Mucha dus zo populair met zijn kleurrijke affiches die aan de ene kant heel erg pasten bij die tijd. In de zin van dat hij natuurlijk hedendaagse objecten, net zoals bijvoorbeeld biscuit, aanprees. Aan de andere kant toonde hij zijn vrouwen als een soort godinnen die juist buiten de werkelijkheid stonden. En die combinatie was zo aantrekkelijk voor mensen toen. Rond de Eerste Wereldoorlog raakte de kunst van Alfons Mucha en Art Nouveau in de vergetelheid. De populariteit van de kunst dooft uit en dat heeft vooral te maken met de kunst die dan overheerst. Moderne kunst, harde rechte lijnen. En daar past deze weelderigheid niet bij. De naam raakt dus ook in de vergetelheid tot de jaren 60. Het herontdekt wordt in San Francisco, de hart van de Amerikaanse hippiecultuur. En de kunst van Alfons Mucha resoneert met LSD, psychedelische rock en flower power. En wordt door een aantal kunstenaars opnieuw opgepakt en met felle kleuren opnieuw tentoongespreid. Je ziet het hier heel goed terugkomen. De weelderigheid, de benevelde, sierlijke vrouwen spreken die hippiecultuur aan. Het worden ook toegepast in albumhoesen. Toen ik het zag, dacht ik, oh ja, natuurlijk. Dit is heel herkenbaar van die tijd. Denk aan Pink Floyd, Rolling Stones hebben het toegepast. En zo krijgt deze bijzondere kunststroming, die echt een ware revolutie was in Parijs, eind 19e eeuw, in de jaren 60 opnieuw waardering. En is ook wel een beetje gebleven, want het feit dat hier nu in Kunstmuseum Den Haag je zoveel kan zien en bewaard is gebleven, zegt ook wel iets over die stroming. En ik vond het heel tof om vandaag te ontdekken dat dat te danken is aan één man, één kunstenaar, die eigenlijk bij toeval een nieuw affiche mocht ontwerpen en dan gewoon een hele kunststroming naar zijn hand weet te zetten. Ik vind dat ontzettend tof. De tentoonstelling is al in de verlenging, het zou eigenlijk al niet meer te zien zijn, dus wil je het zien, zorg dan dat je snel bij bent, want het is wel bijzonder dat er zoveel werk te zien is, zo dichtbij, gewoon in Nederland. Dus haast je naar het Kunstmuseum. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en hoop ik jullie snel weer te zien bij een volgende cultuurtour. Doei!